Meldkamer. Mevrouw, er is net iemand geschoten. Waar, meneer? Bullenwijk, Halte Bullenwijk, Amsterdam. Amsterdam. Ambulance is onderweg, meneer. In de zomer van 2012 brengt Nouaval zijn vriendin naar de metro in Zuidoost, als ze onderweg twee voor hen totaal onbekende mannen tegenkomen. Er ontstaat een woordenwisseling en niet veel later wordt Nouaval plotseling neergeschoten. En dan lijkt het haast alsof ze een confrontatie zijn aangegaan, puur om ruzie te zoeken, zodat ze uiteindelijk in die ruzie hun wapen konden gebruiken. En dan zomaar iemand doodschieten? Ja, een willekeurig iemand aanspreken, de confrontatie opzoeken en dan zonder enige aanleiding gewetenloos iemand doodschieten. Justitie zet hoog in en eist gevangenisstraffen van 28 en 18 jaar tegen de twee mannen. Ze worden beide verdacht van de moord die ze samen gepleegd hebben en van de bedreiging met het vuurwapen. En de man tegen wie wij 28 jaar hebben geëist wordt daarnaast ook nog verdacht van andere geweldsdelicten, waaronder een poging doodslag in Rotterdam. De 24-jarige K wordt ervan verdacht het fatale schot te hebben gelost. Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar daar werden geen stoornissen geconstateerd. K zelf ontkent iedere betrokkenheid bij de schietpartij. Een cliënt zegt, ik was het niet, ik was in de buurt, ik was op een feestje. Er zijn getuigen gehoord die dat hebben bevestigd. En er is dus naar mijn idee echt onvoldoende, zeker onvoldoende, om mijn cliënt te veroordelen voor deze vreselijke gebeurtenis op 7 juni 2012 in de Bijlmer, waarbij iemand omgekomen is. De familie van Nouaval zegt in een reactie dat wat hen betreft geen enkele straf hoog genoeg is. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak.